Ja, ik heb inderdaad het eerste schrijfsalon mogen leiden. En dat was heel tof. Het is sowieso altijd heel tof om met mensen te praten voor wie schrijven hun passie is, of op zijn minst een intense hobby, en mensen die daar beter in willen worden. En ook voor mij als auteur zijn er altijd toch weer middagen waarop ik zelf ook weer moet nadenken over waarom ik bepaalde dingen op een bepaalde manier aanpak. En het is heel tof om de reacties te krijgen dan van de mensen, hè, die dan reageren op de tips die je geeft, of de oefeningen die je hen laat doen, of de denkoefeningen die je ze laat doen. Waardoor dat je ook weer moet nadenken over je eigen manier van werken. Ik heb met de groep een oefening gedaan, een vrij ludieke oefening is dat, waarbij we met z'n allen een personage creëren. En meerdere personages eigenlijk. En het is een soort van, iedereen mag een aantal dingen bedenken voor een personage. Vervolgens hustelen we die door elkaar en ontstaat er een nieuw personage uit. En dat was heel grappig. Ook, ik denk dat voor veel mensen is dat ook een eye-opener, in de zin van dat het heel helder maakt wat een personage eigenlijk is in een verhaal. Maar er kwamen zulke leuke personages uit voort eigenlijk, dat ik er twee heb uitgepikt. En die gebruik ik nu voor een ander project van creatief schrijven, waar we op zoek zijn naar een nieuwe vertelvorm in een online omgeving. Dus er zijn een aantal personages uit die workshop die nog een nieuw leven krijgen in een ander project. En dat was natuurlijk heel tof, ja, zeker. Ja, geprobeerd tijdens een workshop uiteraard mensen te inspireren. Maar ik ben zelf, of wat ik vooral probeer, is om duidelijk te maken aan mensen dat schrijven eigenlijk ook een rationele bezigheid is. En niet alleen de schrijver die in de verte tuurt en wachtend op de gouden inval, maar dat het integendeel een kwestie is van dingen aan te pakken en te blijven tikken en te blijven schrijven en je bewust te zijn van wat dat je doet. Dus een van mijn belangrijkste schrijftips eigenlijk is: blijf zitten. Blijf zitten achter die computer. Ga niet weglopen als het niet lukt. Of wacht niet op inspiratie, want inspiratie bestaat niet. Inspiratie moet afgedwongen worden. En door aan iets te beginnen en te blijven zitten en door te tikken, ook wanneer het niet gaat. Komt er altijd uiteindelijk vanzelf iets uit voort, wat je misschien zomaar uit jezelf niet had kunnen bedenken. Dus die gouden vondsten, die komen meestal niet uit de lucht vallen, maar die zijn meestal de vrucht van uren arbeid, waarna je plotseling op een punt komt waarvan je denkt: oh ja, nu kan ik al de rest weggooien en dit is de gouden vondst. En het is vaak een lange weg daar naartoe, dus blijven zitten is heel belangrijk.